Twee verdachten staan vandaag terecht na een Bonnie & Clyde-achtige moord- en rooftocht. Ze maakten twee slachtoffers, één in Amsterdam en één in Lieshout. Giel Timmermans is van het Eindhovens Dagblad en volgt de zaak. Goedemorgen. Ja, de eerste moord was op de 70-jarige Willem van der Willigen in zijn villa in Lieshout. Wat is er daarna allemaal gebeurd? Nou, Willem van der Willigen die werd gevonden in zijn grote villa in half juni. Maar hij lag er toen al een aantal weken. En in die tussentijd zijn die twee verdachten waarschijnlijk richting Amsterdam gevlucht. Met zijn auto, met zijn bankpas. En ze hebben daar in de duurste hotels geslapen. Dus onder andere Krasnopolsky en The Grand. Nou, dan moet je denken aan €600 per overnachting die je daar betaalt. Ontzettend veel geld dus. Uiteindelijk is Willem van der Willigen gevonden en heeft de politie de jacht op hun ingezet. Waarschijnlijk zijn ze toen ondergedoken in het daklozencircuit van Amsterdam. En uiteindelijk daar terechtgekomen bij een man genaamd Benito. En in zijn appartement mochten zij logeren en ook drugs gebruiken. Toen de politie daar binnenviel met een arrestatieteam, toen bleek dus ook dat Benito om het leven was gebracht. Tja. Ja, de man en vrouw waren dus dakloos, hè, wat je zei. Wat weten we nog meer van deze verdachte? Ja, het is een heel bijzonder stijl, want zij is een transseksueel, dus geboren als jongen, maar later omgebouwd tot vrouw. En zij werkte als pornoster en in de prostitutie. Hij was waarschijnlijk haar vriend. En zij omschrijft hem als haar meester, dat ze onderdanig is aan hem en eigendom is van hem. Duidelijk is ook dat zij inderdaad een beetje een zwervend bestaan leidde en veel drank en drugs gebruikte. Tja, kan je vertellen, hoe is de politie hen op het spoor gekomen? Ja, het lijkt erop dat ze niet heel erg veel moeite hebben gedaan om hun sporen uit te vegen. Dat wil zeggen dat ze onder andere dus de auto waarschijnlijk hebben gebruikt van het eerste slachtoffer, van Willem van der Willigen. Maar ook zijn bankpas. Dus als je vervolgens geld gaat opnemen, dan word je vastgelegd door de bewakingscamera's. Dat is in dit geval bij hun gebeurd. En verder hebben zij ook in de hotels in Amsterdam onder eigen naam gewoon gereserveerd. Dus veel was al wel vrij snel bekend op basis van die gegevens. En vandaag is de eerste zitting. Wat kunnen we verwachten? Ja, het is een pro forma zoals dat heet. Dus een voorbereidende zitting. Dus er wordt nog geen uitspraken gedaan in deze zaak. Er wordt nu eigenlijk gekeken naar wat moet er misschien nog worden onderzocht. Hè? Zijn er bepaalde getuigen die we bijvoorbeeld nog moeten spreken? Maar wat ook zou kunnen is dat er bijvoorbeeld wordt gekeken naar... Moeten deze verdachten psychisch worden onderzocht? Waren ze inderdaad helemaal toerekeningsvatbaar? Ja, dat soort vragen komen dan aan bod. Dit is vaak een moment waarop advocaten ook wel eens vragen of de cliënten de zaak in vrijheid mogen afwachten. Maar ik verwacht dat in deze zaak die kans niet heel is. Want er ligt zoveel bewijs tegen deze twee verdachten dat zij voorlopig nog wel even vastzitten.